Dag Louis. Hey. Ja, u staat hier achter voor een mooi scherm. Ja, leuk hè. Eigenlijk wel fijn om te doen. Er staan twee boeken van jou op dat scherm. Er staat van mij één boek. Nederlandstalig en Franstalig. Ja, inderdaad, ja. Mais quoi donc Amerigo? En de Vlaamse vertaling is Paniek rond Amerigo. Ja, hoe komen die mensen dan bij u terecht om zoiets te gaan doen? Wel, Unilever en Carrefour hebben dit al een aantal jaar gedaan in Nederland. Met mediafiguren uit Nederland. Wesley Sneijder, een heel bekende voetballer. Jolante Cabau, actrice, presentatrice. Halina Rijn, een heel bekende actrice. En noem maar op. En ik denk dat ik, omdat ik al vaak in Nederland heb gewerkt ook, dat ze misschien bij mij zijn gekomen. Ook omdat natuurlijk ik zelf in België, in Vlaanderen, iets of wat bekendheid geniet. Bij zowel kinderen als volwassenen als de grootouders. Hebben ze waarschijnlijk gedacht van we gaan Louis Talpe een Sinterklaasboek laten schrijven. Ja. Je hebt daar een beetje ervaring mee met die kinderfiguren dan. Denk aan Toby dan voor Studio 100. Natuurlijk, het verschil zit hem daarin dat ik die verhalen niet zelf schreef. Juist. Ja. Wat was voor u nieuw dat schrijven? Was dat een beetje moeilijk om dat te gaan doen? Op zich heb je natuurlijk als acteur wel een behoorlijke dosis fantasie. Als je zelf in combinatie met een regisseur en een schrijversteam een personage gaat creëren en tot leven brengen. Maar het is inderdaad voor mij een eerste keer dat ik zelf iets heb geschreven. En heel leuk, natuurlijk heb ik de rode draad uitgegeven van het Sinterklaasverhaal. En daar rond creëert je iets waarvan dat je denkt, dit zou mij ook boeien als kind. En wat boeide er mij vroeger als kind? Paarden. En spreken met dieren of spreken met eigenlijk eender wat dat zogezegd niet levend is. En het moment dat je je fantasie de vrije loop laat en u terug opnieuw in uw eigen kinderschoenen schuift, gaat dat heel gemakkelijk. Ja, en die paarden zaten dicht bij u, hè? Ja, die paarden zijn toch een groot deel van mijn jeugd geweest. Dus ik dacht van oké, Amerigo en hij wil geen pakjes gaan leveren en we gaan daarop verder breien. Nog met paarden bezig trouwens? Er zijn altijd paarden aanwezig in mijn leven. Ik vind de paardensport een zeer mooie sport en zeer mooie dieren en mijn familie heeft nog steeds paarden. Ja. Stel nu voor dat dit boek een groot succes wordt. Ga je dan romans beginnen schrijven? Nee, ik denk niet dat ik romans ga beginnen schrijven. Ik heb veel te veel respect om mezelf ook schrijver te gaan noemen. Tussen al onze bekende Vlaamse schrijvers en de mensen die er echt dagelijks voor leven. Het boek is volgens mij sowieso al een succes, want het wordt geleverd gratis aan alle Vlaamse lagere scholen. Dus dat vind ik op zich al de grootste prestatie. Ja, boekenbeurs, mogen de mensen daarvan wachten? Ik denk niet dat ik op de boekenbeurs ga staan. Dat is toch niet de intentie. Maar dat hoeft ook niet. Ik bedoel, ik denk dat mensen weten gewoon wie dat wij zijn. Zowel ik als Julie Taton. En om daar nog eens te gaan signeren op de boekenbeurs is eigenlijk geen noodzaak volgens mij. Ja, dat voorlezen net, Louis, aan die kinderen. Viel dat zo ook een beetje mee? Ik vond dat wel plezant. Omdat je toch, je kunt er heel ver in gaan. En je hoeft niet per se te blijven plakken aan de zinnetjes die geschreven zijn. Dat kunnen ze zelf wel daarna nog eens bekijken met de tekeningen ook. Maar op zich is het gewoon fijn om toch proberen die kinderen te boeien. Dat is naar mijn gevoel ook een zeer moeilijk publiek. Ik heb vaak inderdaad voor kinderen gespeeld, ook theater en zo. En als je ze vast hebt, dan zijn ze erbij. En dat is het leukste gevoel. Goed gevoel. Ja, dat is een zeer leuk gevoel. Dag Julie, in Brussel. Dag. Met een boek van u. En wat voor boek is dat? Alors, ik ben heel trots, want dat is een klein story voor de kindje over Sint-Niklaas. Dus dat was een beetje moeilijk voor mij om te imaginer dat ik kan een story schrijven. Maar ik was heel blij, want ik heb het gedaan. Ja. Dus ik ben heel trots en dat is heel, heel tof. Een verhaal over een klein kind, Nicolas. Een verhaal over hoe een klein kind in een orfelinat leeft. Een plaats waar we kunnen dromen. En dat was wat ik wou. Wat ik wou is dat we moeten dromen. Tout peut arriver. En hoe komen die mensen bij u terecht, Julie? Ik wist het niet. Je moet aan Unilever en Carrefour vragen. Maar ik was heel blij dat ik was... Dat ze aan u dacht? Ja, echt. En hoe gaat het nog met u? Ah, heel goed. Televisiewerk? Ja, ik werk op RTL TVI en ook in France, in Frankrijk. Eigen programma? Ja, in TF1. Dat was met de Secret Story. Ja. Dus dat is heel tof. Maar ik heb zin om meer in België te blijven met mijn zoon.